Moslims beginnen met vasten. Swamp en Coroni lopen over. En geen WK voor Suriname. Goedenavond en welkom erbij. Allo Akbar, het zijn om naar de moskee te gaan. Vandaag kijken miljoenen moslims naar de hemel om te kijken of zij de nieuwe maan zien. En als dat gebeurt, gaan zij meteen in gebed. Want dat is de start van de Ramadan, de vaste maand. De Ramadan is de negende maand op de islamitische kalender. Elk jaar begint deze vaste maand op een andere dag. De dag waarop de moslims de nieuwe maan duidelijk kunnen zien. Op de Abu Hanifa school zitten heel veel moslimjongeren en speciaal voor de start van de Ramadan ging hun godsdienstles vandaag over wat deze maand allemaal betekent. Zie wat de maand woensdag niet, dan gaan we donderdag vasten, want Ramadan begint donderdagavond. Dan gaan wij vrijdag. Het is belangrijk om mee te voelen met andere kinderen die geen eten hebben. Ik ga vasten om Allah tevreden te stellen, om meer zegeningen te krijgen en om later in het hiernamaals goed te leven en een goede mens te worden. Het is belangrijk voor me om te vasten, zodat ik een beter mens kan worden. Tussen zonsopgang en zonsondergang mogen zij die vasten niets eten en drinken. Zij moeten zoveel mogelijk bidden en proberen om het heilige boek, de Koran, binnen 30 dagen uit te lezen. Ik word 5 uur 's morgens wakker. Ik zal gaan baden, eten, flink eten. Daarna een gebed, een smeekgebed even lezen. Daarna vasten, doorvasten. Als de zon opkomt, dan krijg je een beetje dorst, maar blijf doorvasten tot en met 7 uur. Dan gaan we 7 uur weer een gebed lezen, gaan we aanvasten. Toen ik kleiner was, zag ik mijn ouders vasten. En dan zei ze later, ietsje groter was, zeiden ze me dat ik dan ook moest beginnen. Om te vasten, dan vaste ik dan halve dagen en dan wordt het steeds langer en langer met de jaren, totdat ik nu helemaal vast. Ook moeten zij in deze periode extra letten op wat zij zeggen en doen. En daarnaast moeten wij ons onthouden van niet geoorloofde zaken, waaronder ons gedrag. We moeten ons voorbeeldig gedragen, we moeten proberen goede daden te verrichten en de dag vullen met zoveel mogelijk bidden of door het gedenken van Allah. Ja, ik toon respect, want het is hun godsdienst, dus ik toon respect, ja. We hebben geleerd hoe we ons zelf moeten beheersen, ja, en dat we ook niet mogen uitgaan en dat soort dergelijke. Ja, want bij Ramadan gaat het om respect hebben voor anderen, liefdadigheid, eenheid, verdraagzaamheid en nog heel veel positieve dingen. Wel wordt voor de zieken, zwangere vrouwen en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt, een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet te vasten. Tot slot wilde ik namens de school, de Imam Abu Hanifa School en de Surinaamse Moslim Associatie, wilde ik de hele Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de moslims, een gezegende Ramadan toewensen. En ik wil hun verder succes toewensen in deze maand met het vasten. En over precies 30 dagen gaan de moslims opnieuw kijken naar de hemel voor de geboorte van de nieuwe maan. Want dan is het vaste voorbij en vieren ze Eid al-Fitr of Bodo. Het duurt ongeveer 2,5 uur voordat je er bent. Het district waar onze topatleet Letitia Vriesde vandaan komt. Ons kokosdistrict Coroni. Door de zware regen is de weg bijna niet te zien, omdat de swampen buiten hun oevers treden. En dat is erg gevaarlijk. Water, water en nog eens water. Onderweg naar Totnes, de hoofdplaats van het district Coroni, is dat het beeld dat je ziet. De swampen aan weerszijden van de weg zijn lang niet schoongemaakt, dus kunnen ze minder water aan dan normaal. Nu loopt het water over de weg en dat kan heel gevaarlijk worden. Leerlingen van de Gerhardschool maken zich zorgen over deze situatie. Water loopt op mensen erven. Mensen moeten in water lopen. Zelfs schoolkinderen. Wanneer die auto's zo hard rijden, ze kunnen aanreding maken hoe het straat zo glad is. Het wordt vies, want er komt patja en andere dingen.
als je gaat trainen, ga je uitgeleiden. Dus je gaat niet in de regen kunnen spelen. Je kan ziek worden. Ik vind het niet zo goed voor het gezondheid. Vooral voor die kleine kinderen. Die kinderen houden ervan om in water te spelen. En ze kunnen daardoor ziek worden. Het is gevaarlijk in die zin. Voor mensen die de weg nog niet zo goed kennen. Natuurlijk ga je je snelheid verminderen. Maar doordat het water blijft zitten op de weg, zorgt het ervoor dat de straat stuk gaat, snapt u? Dus waardoor je brokken op de weg hebt of krijgt. Ook het woeste zeewater vormde een bedreiging voor onze kokosdistrict. Het water spoelde telkens delen van het land weg en zo verdwenen stukken van de kust. Om te voorkomen dat dit verergert en om Corori tegen de zee te beschermen, wordt nu een dijk aangelegd van ongeveer 13,5 kilometer. Maar deze dijk biedt geen oplossing voor het overtollig water in de swampen. Die moeten grondig schoongemaakt worden. Alle slip moet verwijderd worden, maar dat kan pas in de droge tijd. De bermen worden aan beide kanten nu gemaaid, zodat het water snel weer weg kan. Maar deze oplossing is maar voor even, want als het hard blijft regenen, zal het water blijven staan. Helaas, we gaan niet naar het WK. Suriname verloor gisteren 3-1 van Nicaragua. In een vol André Kamperveen stadion is het, ondanks we in het begin 1-0 voorstonden, niet gelukt de wedstrijd te winnen. Ik vind het niet zo leuk, want ik weet dat Suriname hun best ook kan doen om te winnen. Ik vind het erg zielig dat Suriname heeft verloren, want Suriname kan beter doen dan dat. Ja, want de wedstrijd was nog maar net begonnen en Suriname scoorde. Voetballer Roxy Fair maakte het eerste en enige doelpunt voor ons land. Iedereen was laaiend enthousiast en velen dachten gelijk aan een overwinning. En toch ging het fout. Sommige voetballers willen alleen scoren, dus daarom heeft Suriname verloren. En daarom kunnen we niet naar de WK gaan. Ze gingen gewoon niet opletten, vond ik. Dat ze gewoon aan andere dingen gingen denken, alleen aan winnen ook. Hierdoor hebben ze niet als een sterk team gespeeld, vinden de jongens. Ook vinden zij dat de coach wat strenger moest zijn geweest naar de voetballers. Als hij zijn team inzet om naar de WK te gaan, hadden ze bijvoorbeeld zeggen Paraguay, Uruguay, Nederland of China gewonnen. Ik zou ze laten trainen en als ze hebben het begrepen, moesten ze het uitoefenen op het veld. En als ze het niet goed hebben gedaan, moeten ze opnieuw gaan. Uiteindelijk moest Suriname verder spelen met 10 man. Want Roxy Fair, die het enige doelpunt maakte voor Suriname, kreeg een tweede gele kaart en mocht daarom niet meer spelen. Veel Sanamangs zijn komen kraken voor het nationaal team. De wedstrijd in het André Kamperveen stadion was uitverkocht. Dus deze nederlaag heeft in elk geval niet aan het publiek gelegen. De Stichting Natuurbehoud Suriname, STINASU, viert vandaag haar 46-jarig bestaan. En dat doen ze samen met de kinderen van de buurt. De zesde klassers van de Regionaal Sloten en de Petrus Donderschool mochten vandaag langs bij de jarigen voor een educatief presentje. Ja, deze jarige heeft getrakteerd. Na het kijken van een documentaire over STINASU nemen de leerlingen een kijkje in het natuurpad van de organisatie. Deze is ingericht met verschillende foto's en dieren die in ons bos voorkomen. Om na te gaan hoeveel de kinderen hebben onthouden over de organisatie en over onze natuur, was er ook een vragenwedstrijd. Van de Petrus Donderschool is Jair de winnaar geworden. Ik kreeg een dagtrip naar Bronsberg. En ik weet nog niet precies wanneer. Ja, en ze zei, ik kan alleen mijn kleren meenemen. Ze hadden een vraagcontest, dus dan moest je op een papier vragen beantwoorden en ik dan toen alle vragen. Je moest twee watervallen oproepen, drie natuurreservaten. Wanneer is STINASU opgericht? STINASU staat voor Stichting Natuurbehoud Suriname. En ze beschermen onze natuurreservaten. Eentje is Galibi, Bronsberg
en rally vallen. Het natuurreservaat Galibi ligt in het noordoosten van ons land. Om een bezoekje te brengen aan dit natuurreservaat ga je eerst met de auto of bus naar Albina. Daarna ga je verder met een boot naar het dorp Galibi. Je bent dan ook gelijk in het natuurreservaat. Op Galibi komen er zeeschelpadden voor. Ze leggen daar zo eitjes. Zeeschelpadden zijn beschermde dieren. Voor Jair wordt het de allereerste keer dat hij naar een natuurreservaat gaat. Hij gaat voor één dagje naar Bronsberg en verheugt zich nu al op zijn trip. Wil jij ook zo'n leuke trip maken met je klasgenoten? Check dan alvast de website van Stinasi voor meer info. Ga naar www.stinasi.sr. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Maar slaap lekker. Tot morgen. Tamboeng. Ciao.